even 60 kilometer lopen en dan denk je, nou, daar ben ik er wel klaar voor, toch? Of hoe werkt dat? Nou ja, we hebben nu 2 dagen gelopen. 1 dag 35, 1 dag 25. En op die manier proberen we wat kilometers te maken en er een beetje aan te wennen. En waarschijnlijk wordt het gewoon niet voorbij te zetten. Maar wat is de grootste uitdaging, lijkt me nog niet eens zozeer op je benen het houden, maar meer dat het gewoon een beetje saai is, toch? Zo lang lopen, zo lang achter elkaar, is het gewoon een beetje. Ja, maar het is wel een super mooie omgeving en je ziet het de hele tijd. Je krijgt iedere dag een ander stukje van de route natuurlijk. Ja, je maakt nieuwe vrienden. Ja, en het is gewoon heel gezellig. Ik wandel altijd met mijn moeder eigenlijk. En die zie ik niet iedere week, dus dat is altijd wel gezellig om bij te kletsen. En nou ja, na die eerste dag ben je wel een beetje uitgeklet natuurlijk. Maar het is altijd wel heel gezellig. Ali, ongelooflijk vind ik het. Echt ongelooflijk. Zoveel respect hiervoor. Wanneer is dit? Wanneer gaat dit gebeuren? Half mei, met Hemelvaart. Dus okay. We hebben nog even. Oké, je hebt nog even om te trainen. Lekker bezig. Ja.